Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een klein beetje een ander slot video. Een slot video die ik nog nooit heb gemaakt. Ik ga mezelf vandaag een jaren 60 makeover geven. En dat ga ik doen met mijn make-up en met mijn haren. Dus allebei. Ik ga mijn haren ook doen en dan laten zien in de video hoe ik het allemaal doe. Ik vond dit een heel leuk video idee. Omdat de jaren 60 vibes een beetje aan het terugkomen zijn. Qua haren zie je nou steeds meer de jaren 60 haarstijlen. Qua make-up ook. En het komt nou een beetje terug. Dus het leek me leuk om gewoon een complete jaren 60 makeover video te maken. Ik krijg ook de laatste tijd best wel vaak vragen over hoe ik mijn haren doe de hele tijd. Dus dan ga ik vandaag ook weer een van die haarstijlen laten zien. Ik heb ook vandaag color blocking happening over hier. Ik heb een felblauwe achtergrond en een felrode kleur aan. Color blocking houdt in dat je twee felle kleuren die eigenlijk niet echt samen gaan, toch wel samenzet. En dat was ook echt een ding in de jaren 60. Dus ik heb ook echt gewoon hier de hele jaren 60 vibe going on, want zo ben ik altijd als ik een video maak met een bepaald thema. Vind ik het gewoon leuk dat het dan overal in terugkomt. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Ben je benieuwd naar de video? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Nou, zoals ik al net zei, ga ik me dus helemaal opmaken in de jaren 60 stijl en mijn haar doen. En ik ga ook de hele video lang allemaal leuke weetjes vertellen over de jaren 60. Toen was ik nog obvious niet geboren. Ik ben geboren in de jaren 90. 1994 ben ik geboren. Dus ja, dat is een stukje later dan dat. Maar ik heb een onderzoekje gedaan. Mijn moeder is ook geboren in 1964. Dus die komt wel uit de jaren. Dus ik heb een hoop informatie verzameld over de jaren. En het was best wel een heftig tijdperk. Dus het is echt best wel interessant om daar het een en ander over te weten. Oké, ik ga even mijn haar naar achteren doen met een haarband. We gaan beginnen met de make-up. Ik heb ook mijn jaren 60 vibe oorbellen in. Ik heb echt gewoon alles gedaan als de jaren 60. Ik ga vandaag beginnen met mijn gezichtsmake-up voor de verandering in plaats van met mijn ogen. Qua gezichtsmake-up was de jaren 60 heel porseleinachtig. Elke vrouw had echt een heel egaal, perfect porselein gezichtje. Er was geen gecontour, er was geen heftige jukbeenderen, heftige make-up. Er waren ook echt geen oneffenheden. Iedereen had gewoon echt zo'n porselein huidje. Helemaal egaal, helemaal smooth. Dus dat is het effect waar ik dan vandaag voor ga. Voor primer gebruik ik mijn SOS primer van Clarins. En als foundation gebruik ik mijn Benefit Hello Happy Foundation in de kleur 6. Dit lijkt me echt een hele mooie mix, want deze primer geeft een hele mooie glow aan mijn gezicht. Een porselein huidje is altijd helemaal zo perfect. Maar je ziet altijd een hele lichte glow. Dus daarom breng ik deze aan. En deze foundation heeft een volledige dekking. En maakt alles heel mooi smooth. Dus dit leek mij de perfecte combo voor een porselein gezichtje. Nou, in de jaren 60 is er heel veel gebeurd. Zowel slecht als goed. In het jaar 1960 is de eerste Hollywoodster geplaatst. Dus al die Hollywoodsterren die je nou allemaal hebt op de grond in Hollywood. Dat is dus begonnen in letterlijk het jaar 1960. Toen is de eerste ster geplaatst. En die ster was geplaatst voor Joanne Woodward. Ze was kennelijk een bekend persoon toen. Ik ken haar verder niet. Maar zij heeft dus de eerste Hollywoodster gekregen. En dat heet nu de Hollywood Walk of Fame. 1960 was ook het jaar dat voor het eerst een politiek debat op tv werd uitgezonden. Dat was nog nooit voorgekomen. En toen was het dus voor de eerste keer wel een zwart-wit tv, obvious. Dus dat was ook iets nieuws. Ik ga de foundation aanbrengen met mijn NYX Cosmetics Pons. In 1960 kwam ook de eerste aflevering van de Flintstones. Ik denk dat heel veel mensen de Flintstones wel kennen. Ik in ieder geval wel. En hun zijn dus begonnen in 1960. Dat vond ik wel apart. Want hun zijn op dit moment echt nog steeds gewoon super bekend. Ik weet niet of het nog wordt uitgezonden. Maar ik ben gewoon compleet op de hoogte van de Flintstones. Terwijl het toch wel een aantal jaar geleden is. Kennelijk dat het is uitgezonden. Ik had niet verwacht dat het alweer zo lang geleden was. Maar aan de andere kant, ik had er verder ook nooit echt over nagedacht of zo. Maar 1960 kwam dus de eerste aflevering van de Flintstones. Een aantal mensen die ook zijn geboren in de jaren 60 zijn Barack Obama, de oude president van Amerika. Prinses Di van Engeland is ook geboren in 1961. Hun zijn dus allebei in hetzelfde jaar geboren. Is ook wel leuk om te weten. En mijn fave persoon, mijn moeder, is geboren in 1964. In 1963 heeft Martin
Martin Luther King zijn speech gehouden. Zijn welbekende speech die denk ik iedereen kent. Iedereen kent de zin I have a dream. Dat was zijn bekende speech die echt heel erg bekend werd door die ene zin. I have a dream. Die speech heeft hij dus gehouden in 1963. Is ook echt een hele bekende speech. Ik heb persoonlijk de speech nooit echt gehoord. Maar ik heb er wel van gehoord. En echt letterlijk door die zin I have a dream ben ik er ook echt van op de hoogte. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. En er zijn ook een heleboel dingen gebeurd in die jaren die natuurlijk iets minder leuk zijn. Zoals in 1963 is de president destijds dus vermoord, president Kennedy. Ik denk dat iedereen dat verhaal wel weet. Hij is dus vermoord terwijl hij onderweg was in de auto en iedereen heeft het dus ook echt gewoon gezien. Dus ja, het is best wel heftig als de president voor je ogen gewoon wordt vermoord. En het was ook op live tv, dus echt letterlijk iedereen heeft het gewoon gezien die op dat moment keek. Dus ja, dat is wel iets heftigs wat ook in die jaren is gebeurd, in 1963. Als concealer gebruik ik mijn Morphe Concealer. Deze heeft een volledige dekking en is mat, dus gaat mij goed helpen om alles mooi egaal te maken. Ik heb hem in de kleur C2.15. Ook een grote verandering die is gebeurd in 1966 is een grote verandering voor vooral de vrouwen. En dat is dat de eerste winkel kwam met minirokjes. Minirokjes was toen nog niet echt een ding. Vrouwen droegen wel heel veel rokken, obvious, maar meer midirokjes. Dus die echt vielen tot aan de knie of over de knie. Mini rokjes was nog niet echt een ding. Maar toen kwam dus de eerste winkel die mini rokjes verkocht. Mary Quant, of hoe je het ook zegt. Quant. Is die winkel begonnen. En haar winkel heette Bazaar en die was in Londen. Dus toen begon ook het begin van vrouwen die lekker gewoon hun benen lieten zien. Nog iets tragisch wat is gebeurd in 1968. We hadden het dus net over die legendarische speech van Martin Luther King. The I have a dream speech. Nou, hij is dus ook vermoord en hij is vermoord in 1968. Hij was in een motel en hij stond op zijn balkon en toen is hij gewoon neergeschoten. Super heftig, maar dat is dus hem overkomen. Dus zo is hij helaas overleden. Het valt me echt best wel op dat in die tijd gewoon hele bekende mensen gewoon letterlijk werden vermoord voor iedereen's ogen. Gewoon met een pistool gewoon geschoten. Dat dat toen best wel een ding was. Nou is dat helemaal niet. Nou hoor je echt bijna nooit meer dat echt een super bekend persoon op een random dag, gewoon overdag, is vermoord met een pistool. Maar toen gebeurde dat dus echt wel vaker. Maar ja, toen had je ook nog niet echt de security en de beveiliging, bewaking en zo die je nu wel hebt. Dus het is nou sowieso een stukje moeilijker, denk ik, om mensen te vermoorden, vooral bekende mensen. Als poeder gebruik ik de Essence My Skin Perfector poeder in de kleur 10 Light. Hele fijne poeder. Betaalbaar en heel erg fijn. Ik raad hem echt zeker aan, jongens. Als je nog op zoek bent naar een goede betaalbare poeder, deze is echt heel erg fijn. Oké, een bekend event die ook in die jaren is gebeurd, in 1969 om precies te zijn, is dat de eerste man op de maan is geland. Al zijn de meningen hierover verdeeld. Er zijn ook een heleboel mensen die denken dat het helemaal niet echt is gebeurd. En dat het allemaal nep is en in scène is gezet. Nou, dat kan. Ik weet niet. Ik sta echt altijd open voor alles. Ik schrik er nergens meer van. Ik heb gezien hoe ver mensen kunnen gaan. Dus de optie dat dat echt gewoon niet is gebeurd, die opties hou ik gewoon open. Maar in ieder geval, toen is dus de eerste man op de maan geland. Neil Armstrong. Ik denk dat iedereen die naam ook wel kent. En dat was in 1969 op 20 juli. Dus met een L, juli. Niet juni, maar juli. Ik breng de poeder ook een beetje overal aan. Want dan wordt alles gewoon zo mooi smooth en egaal. Nou, natuurlijk was dit tijdperk ook de tijd van Elvis. In 1969 heeft hij zijn allereerste nummer 1 hit gescoord. Dat was met zijn liedje Suspicious Mind. En dit is gebeurd op 1 november 1969. Oké, ik ga even mijn gezicht een beetje sprayen met mijn Max & More spray. Om het poederige effect wat minder te maken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik ook allemaal van dit soort leuke feitjes vertel. Altijd wanneer ik een makeover video bekijk is het letterlijk alleen maar over de make-up en de haren en whatever. En er wordt verder dan nooit echt iets verteld over die periode of zo. Of gewoon überhaupt over het onderwerp waar de video over gaat. Dus ik vond het wel leuk om een beetje diepgang te brengen ook in de video. En gewoon iets meer te leren over de jaren 60.
weer een beetje leren over de geschiedenis van de wereld. Oké, ik ga nou eventjes stoppen met mijn gezicht en beginnen aan de ogen. Voor ogen was de cut crease echt een ding. Cut crease is nu niet echt een ding. Cut creases zie je heel veel op Instagram en bij de heftige looks. Ik maak heel vaak cut creases, maar het is niet dat je in het normale straatbeeld mensen ziet wandelen met een soort van cut crease. En dat was toen best wel gewoon een ding. Dus in die tijd was het qua make-up echt veel meer gefocust op de ogen dan op de huid. De huid was gewoon heel mooi egaal en that's it. En de ogen trokken gewoon alle aandacht. En ze hadden ook heel vaak een donkere kleur zo in de arcadebogen. Een beetje een cut crease-achtige vibe. Dus dat ga ik vandaag ook doen. Het paletje die ik ga gebruiken is mijn Born to Run palette van Urban Decay. Ik ga het wel heel draagbaar houden. Ik ga vooral een beetje de bruinige kleurtjes houden. En dan echt zo'n jaren 60 stijl ooglook creëren. Dus we gaan even inzoomen op de ogen. Oké, ik ga een soort van volledig cut crease maken, maar op een meer draagbare manier. Ik ga beginnen met een bruin potloodje. Dit is een bruin oogpotloodje van Benefit, de Bad Gal Bang Benefit Eye Pencil in de kleur brown. En hiermee ga ik zo de lijn een beetje creëren. En dan heel rustig en niet te hoog. Zo, dit is dan ongeveer een beetje de cut crease lijn. Dan ga ik in met de onderkant van het potloodje. Dit is een klein, ja, rond sponsje-achtig iets. En dan ga ik het allemaal een heel klein beetje uitblenden. Gewoon om de lijn iets meer geblend te maken en iets minder hard. Dan pak ik hier de donkerbruine matte kleur Good As Gone. Die kleur ga ik aanbrengen met deze beetje platte smudger brush. Deze is van Zoeva, nummer 226. En met die kleur ga ik zo heel lichtjes over de rand. En dan een beetje uitblenden zo. Maar echt maar een heel klein beetje. Niet te heftig, want je moet nog wel een beetje die soort van harde rand erin houden. En dan gewoon zo een beetje schetsen. En ik blend het echt omhoog uit. Niet naar binnen, want deze hele binnenkant moet gewoon heel licht blijven. Daar komt ook zo meteen een lichte kleur. Dus blend echt omhoog een beetje, niet omlaag. Kijk nou het verschil met hier en hier. Hier heb je nog echt gewoon die hele harde lijn, terwijl hier is het een klein beetje mooi uitgeblend. Dan pak je de wat lichtere bruine matte kleur hier, die heet Riff. En met die kleur ga ik de randen nog meer uitblenden. Daarvoor gebruik ik dit hele kleine kwastje. Kijk, dit is echt een heel, heel klein kwastje. Dit is een Detail Shader, heet deze kwast. Dit is nummer 237 Zoeva kwast. Ik gebruik mijn oogkwasten, zijn altijd Zoeva kwasten. Deze kwast is echt ideaal, want hij is zo heel klein en plat en perfect om zo te blenden. En dan ga ik ook weer gewoon die randen zo uitblenden. Oké, die kant is een stuk beter gegaan, een stukje hoger. Hier is het allemaal iets minder mooi en iets lager. Maar dat is altijd hoe het gaat. Dit is echt mijn makkelijke ogen en dit is mijn moeilijke ogen. Dus deze is altijd beter, maar ik hoop dat het niet al te veel opvalt of zo. Dan pak ik weer mijn concealer van net, de Morphe Concealer. En deze kwast van NYX Cosmetics, nummer 14. En dan ga ik de cut crease zo helemaal creëren en helemaal zo hier aanbrengen. Om alles mooi strakker te maken. Deze stap moet je echt heel voorzichtig mee zijn, want je moet echt binnen de lijnen blijven. Je moet ze echt alleen maar mooi strak maken en meer niet, dus dat is heel belangrijk. Eigenlijk ook wel een beetje een extra stap. Dit hoeft niet per se, want op zich is de lijn al best wel strak, maar ik wil het toch iets meer perfect maken. Doordat ik nou ook ben ingegaan met de concealer, heb ik het nou ook hier ietsje hoger kunnen maken. Dus ik vind dat ze nou allebei iets meer op elkaar lijken. Maar ik vind alsnog deze kant beter gelukt, maar dat is gewoon echt altijd. Dan pak ik de matte nude kleur hier, die heet Weekender. En die ga ik aanbrengen over de hele cut crease, waar ik allemaal die concealer heb gedaan om het mooi te zetten. En een mooie egale kleur te geven. Een mooie lichte egale kleur. Dan ga ik die lichtbruine kleur Riff ook een heel klein beetje aanbrengen op de onderste wimperrand. Maar echt maar een heel klein beetje. Want het gaat niet echt over de onderste wimperrand. Maar ik wil toch wel een heel klein beetje kleur daar aanbrengen. Om het een mooi geheel te maken. Dan pak ik deze super lichte glanzende kleur. Die heet Breakaway. En die kleur ga ik zo aanbrengen in mijn binnenste ooghoek. Voor een pop van kleur daar zo. Oké, en dan is het tijd voor eyeliner. Want de vrouwen in die tijd droegen heel veel winged eyeliner. Niet super heftig. Niet zo heftig als dat hoe ik het normaal doe. Maar gewoon een klein wingetje was altijd wel een ding. Ik gebruik hiervoor mijn NYX Epic Ink Liner in een zwarte kleur. En het is belangrijk dat je de wing in de cut crease houdt. Dus ga niet ineens heel raar naar buiten of zo. Voor mascara gebruik ik deze Clarins 4D mascara. Oké, dan nep wimpers. Wimpers waren in die tijd ook al wel echt een ding. Alleen was het niet zo dramatisch qua volume als dat je nu heel veel ziet. Toen hadden ze vooral lange wimpers, maar zonder te veel volume. Dus gewoon heel dunnige, lange wimpers. Toch wel een beetje naturelachtig. En die wimpers heb ik. Deze zijn van de AliExpress.
Ik heb volgens mij geen linkje meer, want ik bestel altijd zoveel. Maar als ik het linkje kan vinden, dan zet ik het beneden in de beschrijving. Dus deze ga ik even opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ogen zijn helemaal af. Dit is dus echt zo'n typische jaren 60 look. En I love it. Ik vind gewoon bijna de make-up van toen leuker dan nu. Qua oogmake-up dan bedoel ik. Qua gezichtsmake-up niet, maar qua ogen wel. Het enige wat ik off beeld heb gedaan is, ik heb een nude oogpotloodje aangebracht in mijn onderste waterlijn. En mascara op de onderste wimpers. En that's it. Beneden in de beschrijving staat een hele lijst met alle make-up producten die ik vandaag heb gebruikt. We gaan verder met mijn gezicht. Zoals ik al net zei, het gaat dus om een egaal porselein gezichtje. Geen contour, niet te veel bronzer, blush, niet te veel poespas. En ja, dat is gewoon hoe het toen was. Het enige waar ik me een beetje druk om maak is mijn neuscontour. Ik contour mijn neus echt altijd. Dus ja, ik vind het gewoon niet mooi zonder neuscontour. Dus ik denk dat ik het alsnog een beetje ga doen. Maar op een meer soft manier. Niet zo heftig als hoe ik normaal doe. Ik ga mijn gezicht bronzen met de Benefit Hoola bronzer. Hun welbekende bronzer. Ik ga niet heel heftig bronzen als hoe ik normaal doe. Gewoon een heel klein beetje om een beetje kleur terug te brengen in mijn gezicht. En dan ga ik ook een heel klein beetje van die bronzer aanbrengen bij mijn neus als neuscontour. Dus ik ga een heel klein beetje cheaten. We gaan verder met leuke feitjes van de jaren 60. In 1969 ontstond Sesamstraat. Wel bekende Sesamstraat die wij natuurlijk allemaal kennen. Ik ben er ook echt mee opgegroeid. Ik bekeek het echt vroeger altijd. En dat is dus heel lang geleden begonnen. Al in 1969. Dus dat vond ik wel heel leuk om te weten. En nu onderhand heb je het al in 120 landen. Dus het is super bekend geworden. Het heeft het echt super goed gedaan. Dus dat is echt heel top. De eerste aflevering was op 10 november 1969. Oké, het is nou hier een beetje zwart op mijn neus, want ik ben net ingegaan met een kwast waar ik dus kennelijk een donkere oogschaduw op zat. Oh my god, maar ja, whatever. Ik probeer het een beetje weg te halen, maar het wil niet zo goed weggaan. Het valt ook niet echt op, vind ik. Kunnen we heel goed zien dat hier nou een beetje zwart zit. Maar doordat ik dat heb gedaan, moet ik mijn neus nou nog heftiger contouren. En dat was ik eigenlijk niet echt van plan, maar oké. Ik probeer het gewoon alsnog een beetje soft te houden. Qua blush ga ik ook gewoon voor een hele lichte, soft, rozig blushje. Ik ga de Baked Blush gebruiken van de Kruidvat. Dit is de kleur Rose Pink, nummer 020. Heel mooi kleurtje. Die ga ik een heel klein beetje aanbrengen. Niet te veel. Normaal breng ik echt superveel blush aan. Maar dat was in die tijd geen gewoonte. In 1963 begon het concept van een postcode. Dat bestond er nog helemaal niet. En in Amerika begonnen ze toen met het gebruiken van postcodes. Dat vond ik ook wel heel apart om te weten. Dat is echt zo van die informatie waar je verder niks aan hebt of zo. Maar het is gewoon leuk om te weten van hey, in die tijd is dat dus begonnen. Oké, ik ga ook geen highlighter aanbrengen. Dat is voor mij echt super super apart. Oh my god. Ik ga ook even een losse poeder aanbrengen over mijn hele gezicht om alles mooi één te maken. Want ik vind nou dat je iets te veel de bronzer en de blush en zo kunt zien en het porseleinen effect een beetje weg is. Dus ik heb gewoon alsnog toch iets te veel gedaan naar mijn mening. Dus ik ga gewoon een beetje poeder overal aanbrengen. Ik gebruik mijn make-up studio poeder. Dan pak ik gewoon een grote kwast en dan ga ik daarmee gewoon een beetje over mijn hele gezicht. Oh mijn god, poeder overal jongens. En dan gebruik ik mijn Kruidvat Make Me Less Matte Setting Spray om alles mooi mat te maken. En ook weer wat minder poederig en dat alles gewoon goed blijft zitten. Oeh, hij is leeg jongens. Oh my god. Nou heb ik allemaal zo van die vlekken, want hij was leeg. Nou ja, maakt niet uit. De vlekken gaan altijd wel weg. En dan alles gewoon zo mooi indrukken met mijn spons. Oh my god, nou heb ik allemaal van die vlekken. Oh. Oké, dan als laatste de lippen. Qua lippen was het echt absoluut niet heftig. De kleur die echt elke vrouw gebruikte was gewoon een licht roze nude kleur. Dat was echt gewoon de go-to kleur waar elke vrouw voor ging. Dus qua lippen houden we het ook lekker normaal. Als lippotloodje gebruik ik een lippotloodje van Morphe. Dit is in de kleur Honeymoon. En ik gebruik een lipstick van Catrice. Satijnen lipstick in de kleur 020. Een mooie roze kleur. Zo, en dan is de jaren 60 make-up look helemaal af. Wat vinden we ervan? Het is echt zo apart, maar ik vind het wel echt heel erg leuk. Vooral de ogen.
I love it. De gezichtsmake-up ben ik iets minder enthousiast over. Want ik hou toch wel echt van een full beat gezichtsmake-up look. Dus echt contour, highlighter, bronzer heel veel. Echt heel je mikmak. Maar ik vind het wel heel leuk. Het is wel gewoon een hele leuke look voor everyday. Je kunt ook gewoon zo over straat. I like it. Nou gaan we verder met de haren. De haren waren ook altijd best wel heftig. Heel veel volume. Heel erg hoog. En dat was echt zo'n ding. Ook heel veel vrouwen hadden een pony. Dus we gaan gewoon vandaag een leuke jaren 60 haar look creëren. Oké, de haarstijl waar ik voor ga is half omhoog, half omlaag. Dus ik doe zo mijn haar zo en dan heel erg hoog hier zo. En ik heb ook deze neppe pony van de AliExpress. Ik zal ook wel een linkje in de beschrijving zetten mocht je hem ook willen. En die ga ik ook zo in doen. Want heel veel vrouwen hadden toen een pony. Dus dat wil ik gewoon ook doen. Dus dat is wat we gaan doen. Wat je moet hebben is ook echt heel erg veel haarspray. En dan ga ik zo hier mijn haar naar achteren kammen. En mensen, de haren waren echt hoog. Hè? Ik bedoel echt gewoon like tot hier en zo. Ik weet niet of dat mij gaat lukken, maar ik doe in ieder geval gewoon mijn best. Ik ga even hier een beetje touperen. Kijk, het moet echt omhoog staan. Oh mijn god, ik ga stuk. Ik vind het echt zo leuk. Ik denk dat ik iets meer haar naar achteren doe. Dit ook nog zo erbij. Dit doet me een beetje denken aan Amy Winehouse. Zij had ook altijd haar helemaal zo. Zo, maar nou is dit allemaal iets te plat. Dus dit ga ik ook een beetje krullen met een krultang. En ik krul zo naar buiten. In plaats naar binnen had toen echt elke vrouw haar zo naar buiten gekruld. Dus dat is wat we ook gaan doen. Maar mijn haar is best wel lang. Dus ik kan niet echt heel veel volume hier creëren. Maar we doen gewoon ons best. Ik ga ook hier gewoon allemaal een beetje touperen en zo. Ik heb ook nep haar. Als je clip-ins hebt of zo, je kunt dan misschien die ook nog erin doen. Voor meer volume of zo. Maar ja, dat hoeft voor mij niet per se. Ik denk dat het me ook wel gewoon allemaal een beetje lukt met touperen. En ik krul niet heel veel. Ik doe gewoon een heel klein beetje. Gewoon dat er een beetje soortig van volume komt. Oké, nou heb ik mijn haar een beetje soort van gekruld. Zodat ik een beetje zo'n slagachtig iets krijg in mijn haar. Ik wil toch denk ik deze vos plukken. Dit doe ik met mijn steampot. En die ga ik zo omhoog krullen. Zo achtig zeg maar. Oh mijn god jongens, wat vinden we ervan? Ik vind het echt zo leuk. Oh my god. Oké, dan is het tijd voor de pony. Dit is gewoon zo'n clip-in pony. Dit is gewoon nep haar, gewoon plastic haar. En dan, het is een normale pony, maar ik wil het een beetje schuin gaan doen. Dus dat hij een heel klein beetje schuin valt. Dus dat is een beetje mijn planning. Kijk even hoe leuk dit is. Oh my god. Ik vind het zo leuk. En dan zo mooi laten inblenden met je echte haar. Oké, jongens, hoe zie ik eruit? Oh my god, ik vind dit echt leuk. Oh my god, ik vind het wel jammer dat je nou mijn oorbel niet echt meer ziet. Ik doe gewoon een beetje mijn haar achter. Nou, het haar heeft het echt afgemaakt. Wat vinden we van mijn jaren 60 look? Ik vind het echt super, super leuk. I'm totally into it. Was ik maar geboren in die tijd, dan had ik dit kunnen rocken gewoon. Voor nu is het misschien een beetje apart. Susuga is weg. Deze kat wil altijd aandacht wanneer ik video's maak. Hey baby. Kom maar dan op mijn schoot. Nou moet ik de video afronden met hem op mijn schoot. In ieder geval, ik vond het echt leuker dan gedacht. Ik dacht al wel dat ik dit leuk ging vinden, maar I'm echt really into it. Ik vind het echt super, super leuk. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Mijn haren, mijn make-up en ook alle leuke weetjes over de jaren 60. Dus ik heb echt mijn best gedaan om er weer een leuke video van te maken. Let me know wat je ervan vindt. En of je misschien nog andere leuke video ideeën hebt. Misschien de jaren 70 of zo. I don't know. Let me know wat jullie willen zien. Maar goed, dit is het dan voor nu. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!